Goedemiddag Sinterklaas, wat heeft u een mooie zonnige dag uitgekozen om naar Lommel te komen? Ja Nicole, we hebben natuurlijk ieder jaar een bezoek voor Lommel gepland. En ik moet toegeven, in Lommel zijn de dagen altijd het zonnigst. Er staan weer zoveel kinderen met wuivende handjes en met lachende gezichtjes, nietwaar Piet, op ons te wachten. En wij kijken er werkelijk naar uit om ze allemaal de hand te schudden en heel erg blij te maken met een paar verrassingen. Een van die verrassingen is toch wel dat jullie dit jaar heel veel boten bij hebben, Sinterklaas. Wel 8? Heeft u zoveel pieten bij? Je hebt goed geteld, Nicole. 8 boten afgeladen vol. Je kunt dat zien aan die streepjes aan de zijkanten van de boot, nietwaar Nicodemus? Die liggen helemaal tot aan de boord in het water. En dat betekent dat zij volgeladen afgeladen zijn met snoepgoed, speelgoed en vele verrassingen. En welk speelgoed hebben de kindjes allemaal gekozen dit jaar? Of heeft u uitgekozen voor de kindjes? Wij gaan natuurlijk rekening houden met hun wensen. Wij gaan hun brieven, hun tekeningen, hun verlanglijstjes allemaal heel ernstig één voor één doornemen. Maar wij willen toch ook een beetje nadruk opleggen dat wij heel graag zouden hebben dat kinderen niet alleen zich zouden bezighouden met computerspelletjes, met Nintendo, met Fortnite en al dat soort dingen. Maar dat ze misschien toch ook wat kiezen voor gezelschapsspelen, waar ze in alle gezelligheid thuis, met de mama's, met de papa's, de opa's ook, en broers en zusjes, samen heel gezellige avonden kunnen doorbrengen. Er zijn andere vormen van gezelligheid dan het spelen met Nintendo. Nintendo en Fortnite en computerspelletjes, dat mag. Dat is nu eenmaal de tijd. Maar gezelschapsspelen kunnen toch ook heel veel warmte in huis brengen. En daar willen wij, Nicodemus, daar willen wij toch wel zeker ook ons best voor doen. Zodoende dat er lang na het bezoek van Sinterklaas en de Pieten ook nog in de grootste gezelligheid kan gespeeld worden. Nee, Sinterklaas gaat komen vandaag, maar jullie weten wel, hij is al gekomen hier in België, gisteren in Antwerpen, met de grote stoomboot. Maar het andere probleem is, het is crisis, dat weet je. En ik denk, ik heb daar vannacht over gedroomd, volgens mij had Sinterklaas niet genoeg centen om met zijn stoomboot naar hier te varen. Dus ik denk dat we een probleempje hebben. Maar probleempjes worden opgelost. We hadden 24 uur. Ik heb Sinterklaas nog aan de telefoon gehad. Hij zei deze morgen, Johnny, maak u geen zorgen, ik kom. Ik zei, ja maar hoe gaat het komen? Er zijn roeiboten, zegt hij, van Antwerpen tot hier, dat moet wel lukken. Wat denken jullie zelf? Zou het lukken met een roeiboot? En Sinterklaas, het boek, Nicodemus heeft het boek bij. Staan er veel namen in? Kijk eens, Nicodemus geeft het boek eens hier. Er staan wel honderden bladzijden vol met namen. Iedereen zal voorkomen. Maar in heel veel gevallen staat er natuurlijk nog geen verlanglijstje achter. En daarom vragen wij aan elk van de jongens en de meisjes, hoeft niet vandaag, maar toch een van de volgende dagen, een verlanglijstje te maken. Als het over verlanglijstjes gaat, Nicodemus, nietwaar, dan hebben wij altijd graag verlanglijstjes waar wij iets uit kunnen kiezen. Wij zien ook soms kindjes die zeggen, wij maken een lijstje en Sinterklaas moet alles brengen. Dan worden wij, moet ik eerlijk zeggen, toch een beetje verdrietig van. Probeer niet te gretig te zijn. Probeer een beetje een keuze te laten,
Zodoende dat wij toch wat ruimte hebben om iedereen ergens een verrassing te brengen die hem het meest van pas komt. Wij zitten dit jaar, Nicole, kan ik u ook vertellen, in de Souverijn met een fabriek. We hebben een heel goede samenwerking met de stedelijke overheid hier. En zij hebben ons voor de tweede keer al toegezegd dat wij de Souverijn de volgende dagen, de grote Souverijn, de kindjes kennen dat allemaal, die mogen wij gebruiken om onze fabriek op punt te stellen. We hebben heel veel onderdelen bij, we hebben heel veel speelgoed bij, maar het is altijd toch wel gemakkelijk dat we de Souverijn kunnen gebruiken om de laatste hand aan de grote verrassingen te leggen. Marilien. Oké, dat is een hele mooie naam, zeg. Voor de Sinterklaas is dat een hele speciale naam, hè? Marilien de Sinterklaas. Marilien, geen wees al naar je mama die moest zingen. Ja. En hoe heet je mama? Sarah. Sarah, zingen ze het Sinterklaasliedje. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Oh, applaus! Wauw. Dat is wel plezant, ze kiezen allemaal het kortste Sinterklaasliedje. Maar ik moet heel eerlijk zijn, dat is ook het enige waarvan ik nog het kortste gedeelte van de tekst herinner. En dat geldt voor jullie ook, hè? Goed gedaan. Leekse was een rest. Kijk eens hier. Wie ben jij? Hij wilde bij je het even naar Leila. Dag Leila. Wat heb jij bij? Een tekening. Oké, dat was voor mij. Sinterklaas. Oké, daar heb je heel wat werk op geleverd. Ben je daar dagen mee bezig geweest? Nog niet op een minuutje klaar. Je hebt er wel wat tijd in gestopt, ik zie het. Heb jij iets speciaal in gedachten om te vragen als je er was? Waarvan je zei van, oh, dat zou ik nu heel graag willen hebben. Nee, ja, de tekening, maar een cadeautje. Welk cadeautje zou je graag van Sinterklaas willen hebben? Een piano. Een kleine piano of een hele grote piano? Ja, ze gaat meteen voor de grote piano. Sinterklaas, ik had ook gezien dat heel veel pieten heel veel zakken bij hebben. Jouw Piet hier heeft ook een zak bij. Maar hoe weten jullie nu eigenlijk wat er allemaal in zit en voor wie dat die zakken eigenlijk allemaal zijn? Kijk eens, dan wil ik even terugkomen op uw vorige vraag. Wat denk je van die verlanglijstjes en hoe vind je dat die bij ons moeten komen? Wel, die verlanglijstjes die vinden wij meestal in de schoen. Jongens en meisjes plaatsen hun schoen aan de schouw. En dan zetten wij daar natuurlijk een verlanglijstje bij. Zodoende dat wij precies kunnen weten welke de grote verlangens zijn. Ik wil even herhalen, probeer wat keuzemogelijkheden in die verlanglijstjes te brengen. Zodoende dat wij voor iedereen het gepaste geschenk kunnen leveren. Maar kijk Nicole, op deze manier gebeurt dat. U ziet daar de zakken met foto's. U ziet daar wat er allemaal in zit. U ziet daar ook een label aan hangen. En daar staan dan de namen op van de kindjes. We hebben al heel wat zakken klaar. We hebben al heel wat porties samengesteld. Want wij weten natuurlijk meestal al een beetje op voorhand wat de kinderen graag hebben. Maar wij wachten nog op vele verlanglijstjes. Zodoende dat wij voor iedereen het gepaste geschenk kunnen leveren en geen teleurstellingen hoeven op te lopen. Je bent toch niet verlegen, denk ik, hè? Nee. Zeg, Elisa, hoe oud ben je? Zeven. Fantastische leeftijd, zeg. En Sinterklaas, wat mag die voor jou brengen? Binnenkort. Oh, dat is gemakkelijk. Als er alle kindjes zeggen, dat wil ik niet, dan is het altijd goed, hè? Oké, maar dat is wel heel eerlijk. Als je het niet weet, dan weet ik het niet. Ik zal het wel weten hoor. Als het aan mij zou vragen. Ze komen normaal gezien van Antwerpen, dus dat is vandaar. Normaal gezien is dat stroomafwaarts. Opwaarts, hè? Oh ja, nee, maar dat zou het nog misschien toch wel kunnen. Dan duurt het nog even. Ondertussen ga ik even naar onze schepen, Peter van der Krieken. Dag Peter.
We moeten ondertussen wachten, maar jij hebt zo dadelijk een heel bijzondere taak te vervullen, denk ik, hè? Inderdaad. Goedemiddag allemaal. Zoals je al gezien hebt, of sommigen al gezien hebben, heb ik de grote stadssleutel meegebracht. De burgemeester kon jammer genoeg vandaag hier niet aanwezig zijn. Hij moest vandaag aanwezig zijn op het Duits Militair Kerkhof voor een herdenkingsplechtigheid. En heeft dan aan mij gevraagd om hier de stadssleutel aan hem te overhandigen. De sleutel die hij nodig heeft om hier in Lommel alles te kunnen doen wat hij graag zou willen doen en om iedereen zijn speelgoed en snoep vlot te kunnen laten bezorgen. Ik heb daar Hannes voor meegebracht en Hannes die draagt al de hele tijd die grote stadssleutel die we zelfs plechtig gaan overhandigen. Laat hem maar eens zien, Hannes. Steek hem maar eens in de lucht. Die we zelfs plechtig gaan overhandigen aan Sinterklaas. Dankjewel. Ondertussen is het wachten op Sinterklaas en zijn pieten. Deze boot, goedemiddag Zwarte Pieten. Welkom in Lommel van hier. Hoi. Maar kijk eens. Ik moet wel zeggen, op al die jaren dat we Sinterklaas hier ontvangen, heb ik één keer Sinterklaas kunnen redden van een nat pak. Dag muziekpiet. Dag Johnny. Goed meneer Johnny. Ja, nu dat ik jullie zie, wel, want het heeft al lang geduurd zeg. Maar jullie gaan nu meemaken, jongens en meisjes, het opnemen van een TikTok, filmpje. TikTok. Wij zijn klaar! Jullie zijn klaar, oké. Ze zijn klaar. Nu moeten jullie applaudisseren. Ik weet nu niet wat ze speciaal gedaan hebben. Ja, het filmpje is bijna klaar. Dat komt op TikTok. Oké. Okay. Of was TikTok? Nee, TikTok. TikTok. Sorry, sorry. TikTok was vroeger om 6 uur. En Sinterklaas, we niet alle kindjes vragen iets om te gamen of een go-kart of zo. Zijn er ook kindjes die zo hele chique ideeën hebben voor nieuwe cadeautjes? Zo waar dat de pieten echt werk mee hebben om dat uit te vinden of zo. Kijk eens, Nicole, dat vind je hier ook in het grote boek. Kijk, dit is een mooie tekening al die Nicodemus afgemaakt heeft hier voor een muziekvlinder waar zij mee bezig zijn. Ik denk tegen 6 december, Nicodemus, dat we die muziekvlinder toch wel kunnen gemaakt krijgen. En er staat aan de andere kant van het blad ook een ontwerptekening van een wolkendraaier. Dat interesseert ook heel veel mensen, zodoende dat zij als de zon te fel schijnt, toch ook zelf een beetje wolken kunnen maken. Dat is nog een beetje voor de toekomst en we maken daar werk van. Ik hoop, Zwarte Piet, dat we dat dit jaar klaar krijgen, dat we dat ook als geschenk kunnen aanbieden aan de kinderen. Voor volgend jaar, dat is zeker nog voor volgend jaar, kan ik u zeggen, zijn wij werk aan het maken van een huiswerkmachine. Wow. Dat interesseert heel veel kinderen. Dat is een machine, daar kan je een blaadje insteken, een werkblaadje van de school, op een knopje drukken en dan komt het huiswerk daar aan de andere kant kant en klaar uit. Dat is iets wat veel kinderen interesseert en waar de Zwarte Pieten met de grootste aandacht aan het werken zijn. Ik hoop dat dat volgend jaar klaar is. En dan kunnen we dat ook weer op de verlanglijstjes laten zetten. Ik ben toch benieuwd wat de juffer van de school daarvan gaat vinden als de kindjes hun huiswerk niet meer moeten maken. Maar kijk eens, we zijn al bijna in de barrière, Sinterklaas. Kijk eens hoeveel kindjes daar er al staan te wachten. Amai, en zo met zo'n mooi weer. Ik wens je heel veel plezier. Vergeet de sleutels even niet aan te pakken. Anders kan je niet in de huisjes binnenkomen in Lommel. Hè. Veel plezier Sinterklaas en welkom in Lommel. Hola. Toen ik gisteren hoorde dat Sinterklaas aankwam in Antwerpen, ik denk dat komt niet goed. Hè. Als hij in Antwerpen aankomt, dan komt hij niet in Lommel Maria aan. Hè. Sinterklaas! Wow!
Maar kijk eens. Ja, als je 8 boten meebrengt, hè, waarvan 7 met de Zwarte Piet, en je zit hier al 7 boten geleden te zwaaien, volgens mij, jullie zijn sportkindjes vandaag. Hè? Een sterke rechterarm om te zwaaien en een sterke linkerarm om te zwaaien. En daar is hij dan, lieve kinderen. Sinterklaas is bijna aan te raken. Goedemiddag. Welkom in Lommel. Hè. Sinterklaas, van harte welkom in Lommel. Ik ben zo blij met zoveel boten hier naartoe gekomen. Wij begonnen op een gegeven moment al te twijfelen of je wel op een boot zou zitten. Maar je bent er toch aangekomen. Welkom in Lommel, door alle kinderen hier aanwezig. Kijk eens, meneer de schepen, wij zijn natuurlijk ook bijzonder blij. En wij weten dat het een beetje wachten heeft gevergd. Maar wij hebben dan ook niet 5, geen 6, geen 7, maar 8 boten vol met vrachtjes, speelgoed, snoepgoed en allerlei verrassingen bij de hand hier. We gaan die de volgende dagen hier aan alle kinderen bezorgen. En wij nemen dan ook in de volgende dagen graag al hun kunstwerkjes, tekeningen en bestellijstjes in ontvangst. Ik stel voor, Sinterklaas, dat we verder gaan babbelen op het podium. Kunnen de meeste kindjes, want wij staan er natuurlijk nu allemaal voor. We zijn blij dat Sinterklaas uiteindelijk in Lommel is aangekomen, beste Sint. De jongens en meisjes hier aanwezig hebben ervoor gezorgd dat alles in orde is. Schoenen zijn gepoetst, de daken zijn in orde. U kan uw werk beginnen. Maar jongens en meisjes, wij hebben nog iets anders In Lommel kan men ook zeer goed zingen. En ik heb nog niemand horen zingen. Maar ik denk dat er voor Sinterklaas is zingen. Want muziek, Piet, heeft graag dat kinderen muziek maken, kinderen zingen. En ik stel voor, beste Lommelse jongens en meisjes, dat we uit volle borst Ziegins komt de stomboot zingen. Zijn jullie er klaar voor? Speciaal voor Sinterklaas. 1, 2, 3. Ziegins komt de stomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer? Hoe waaien hun de wimpels al heen en alweer? Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is de roe. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd al niet stilletjes ons huisje voorbij. Een applaus voor jezelf, hè. Applaus. Goed zo. Sinterklaas, ik heb alles meegebracht. En dan denken we dat hij de volgende dagen in goede handen is. Dankjewel Sinterklaas om tot hier te komen. En draag goed zorg voor de sleutel. Misschien kan Nicodemus hem goed bijhouden. En zodat je alle huizen kan bezoeken. Kijk eens, schepen, Hannes. Dank u wel voor de goede zorgen. Wij worden hier altijd met heel goede zorgen omringd. Ik heb één vraagje. Peter, kunnen we met deze sleutel ook de soeverein binnen? Ja, u kan met deze sleutel ook met alle gemak de soeverein binnen. Alle deuren gaan heel snel geopend worden bij de aanwezigheid van deze sleutel. Oké, dat is heel goed, man. Ik wil iedereen ook uitnodigen in de soeverein. Wij krijgen gedurende 4-5 weken de soeverein, de grote soeverein die in Wallenstad beschikking om onze Sint-fabriek heel goede vorm te geven.